Ja, en deze cultuur in actie wordt met de camera vastgelegd. Maar wat ook vaak wordt vastgelegd zijn mensen, instanties, gebouwen, portretten via een fototoestel, via fotografen. Daar kan ook natuurlijk heel veel worden vastgelegd. Hè? Elke fotograaf laat via haar of zijn fototoestel zien hoe die naar de wereld kijkt. En het mooie is, we hebben zo'n fotograaf aan tafel zitten, Mark Engelen. Mark, fijn dat je er bent. Om even neer te zetten met wie je allemaal gewerkt hebt en waarvoor je allemaal werkt. Je hebt gewerkt met de jongens van Rundfunk. Je hebt gewerkt voor de ANWB Zet Je Licht Aan campagne. Je hebt gewerkt met Martijn Fischer. Je hebt gewerkt met Alex Klaassen. Je kan het zo breed ook niet bedenken. Het gaat van sport tot reclames tot acteurs en theatermakers, alle kanten op. En ook jij zit hier met een reden. Ja. Ja, ik zit hier eigenlijk met twee redenen. Enerzijds mijn eigen verhaal. Ik denk, ja, iedereen zal het herkennen sinds maart. Is natuurlijk behoorlijk stilgevallen. Ja. En anderzijds zit ik hier als ambassadeur van DUFO. Dat is de Belangenvereniging voor Nederlandse Beroepsfotografen. Dus voor de professionals. Ja. En daar zitten ook verhalen tussen waarvan ik denk, ja, die moeten absoluut moeten gehoord worden. Met zo'n belangenvereniging, overigens lobby je daar dan ook mee? We hadden eerder agencies hier zitten die ook aan het lobbyen waren voor protocol en dat soort zaken. Kunnen jullie ook ergens een vinger in de pap steken? Nou, ik ben zelf alleen lid van DUFO, maar omdat ik ook maker ben, leek het ons handig om maker / DUFO in één te sturen. Maar ik weet, de DUFO is lid van de Creatieve Coalitie. Ja. Dus er zitten 42 belangenverenigingen, beroepsorganisaties, etc. hebben aangesloten. Ja, precies. En ze hebben geloof ik ook al wel wat in Den Haag voor elkaar gekregen. Dus een zinnig. Wordt aan gewerkt. Ja, precies. Zo te zeggen. Ja. En voor jou dan? Want sommige sectoren die beginnen nu een beetje op te starten. Je hebt de musea die weer een beetje open gaan. Hoe is dat? Ik zou denken, misschien, even naïef, hè? Fotografie. Nou, dat kan op 1,5 meter afstand ook. Ja. Dat begint ook weer op te leven. Of, klopt. Is dat een ijdele hoop? Nou, ja, voor mijzelf persoonlijk als fotograaf begint het weer op te leven. Ik heb ook geluk gehad in die zin dat alle theatercampagnes begin maart alweer geschoten waren. Ja. Dus die lopen voor het komend jaar, maar aangezien we cultureel jaar waarschijnlijk gaan overslaan in. Vermoed ik dat ik volgend jaar wat betreft theater minder werk zal hebben. Ja. De eerste shoots worden alweer geboekt. Zeker nu er een 1,5 meter protocol ontwikkeld is. Ook wederom in samenwerking met DUFO. En voor andere vakbroeders en vakzusters die meer in de evenementenbranche zitten. En in de trouwfotografie, huwelijksfotografie, et cetera. Ja, dat is een ander verhaal. Ja. Die mensen zijn wat langer benadeeld, denk ik. Ja, dat nou, en wat jij zegt, de theaterposters, et cetera, en de foto's, die zijn eigenlijk al gemaakt voor de coronacrisis. En we slaan het culturele jaar over. Dus als we zo meteen wel weer opstarten, dat moeten we misschien ook niet vergeten en ook wel goed uitleggen, is dat dat werk niet terugkomt. Dus je hebt alsnog een gat van een jaar of een aantal maanden in je werk en je agenda zitten die je ook niet later kan inhalen. Want dat wordt niet meer gemaakt of wordt niet meer geproduceerd. Ja, en ik weet ook niet welke opdracht ik in deze periode bijvoorbeeld misgelopen ben. Nee. Natuurlijk, er zijn wel dingen gecanceld, maar je weet niet wat je echt werkelijk gemist hebt. Ja. Dus eigenlijk wil je namens die groepen, namens dat verhaal, daar eigenlijk aandacht aan besteden. Exact, er is bij DUFO, of onder de DUFO-leden en niet-DUFO-leden, de beroepsfotografen van Nederland, is ook een enquête geweest. Ja. En daarin gaf ik meen 30% van de beroepsfotografen in Nederland aan dat ze niet weten of dat ze aan het eind van dit jaar nog beroepsfotograaf zijn. Of dat ze nog dus in hun leven... 30%? 30%, een derde, ja. Dat is echt waanzinnig. En ben jij een van de drie? Nee. Ja, overleeft het sowieso? Ik overleef het, ja. Of gaat... ook of als het financieel heel erg tegen zit, sowieso door. Ja. Dus, veel te leuk dit, joh. Kijk, gelukkig. Dat is toch een prachtig vak. Ik bedoel, samen met heel veel anderen. Ja, met andere makers mooie dingen maken. Ja. En mensen daarmee ontroeren. En, ja. Maar dat maakt het erg, want wat jij zegt is waar. Je maakt dus hele mooie dingen. Maar als dus 1/3 van de mensen eruit vliegt, dan wordt dus ook 1/3 minder visies, minder ogen, minder foto's, zeg maar, van die mensen gemaakt. Ja, dus dat is de kaalslag. Het zijn allemaal hooggetrainde, goed opgeleide mensen die capabel zijn om in één beeld of in een beeldverhaal te vertellen wat er verteld moet worden. Ja. Kijk, en als die allemaal zich gaan laten omscholen of iets totaal anders gaan doen, op het moment dat het weer kan, zijn die mensen verdwenen. Ja.
En ik hou van mijn familie, maar ik verwacht niet dat mijn oom dat gat dan opeens kan vullen met zijn mobiele telefoon. Ik bedoel, die heeft een andere kijk op de realiteit. Ja, ja. Ja. Ja, dat is, dus ik kan me voorstellen dat je de handtekening die je gaat zetten zometeen, ik neem aan dat jij ook de muur, bekladden is niet het goede woord, je gaat de muur versieren. Ja. Dat je dat namens ook die fotograaf als het ware doet, in ieder geval in je hoofd. Ja. Namens hoeveel mensen ga je een handtekening zetten? Duvo heeft een kleine 2000 leden. Ja. Oh, dat is veel. Ik heb geen idee hoeveel andere professionele leden er in Nederland zijn, of professionele fotografen er in Nederland zijn. Ja. Dus daar kan ik niet voor tekenen. Daarnaast, vanuit mijzelf, kan ik ook voor 30 mensen erbij tekenen. Maar even, want het ging wel heel snel. Gaat ook namens heel Duvo ga je... Namens alle beroepsfotografen van Nederland, ja. Oh, te gek. Dus dat zijn hartstikke veel handtekeningen dus. Ja, 2000 minimaal. Ja. Wat goed. Ja. En dan 30 mensen voor jezelf nog? Ja, dat zijn mensen die ik waarschijnlijk dus door gemiste opdracht het komende jaar of het komende seizoen niet ga kunnen inhuren. Ja. En dus daar zit ook pijn in deze handtekening? Ik denk van veel mensen, ja. Ja. Dan Mark Engelen, ik ben heel blij dat je dit verhaal wilde uitleggen. Ik hoop dat die, en ik neem aan met ons alle kijkers en alle mensen die deze actie ondersteunen, dat die kaalslag er niet zal zijn. Ja. Maar dat is misschien ijdele hoop. Ja. Maar in ieder geval gaan we deze handtekening met 2030 mensen, die gaan we erbij optellen. Dat is een gigantisch aantal. Dat betekent dat we bijna 360.000 mensen al op dat digitale demonstratieplein hebben staan. Heel veel dank. Fijn dat je er even was. Dank je. En ik zou zeggen, hou moed. Ja, zeker. Doen we. Gelukkig. Dankjewel. Ik zie de glimlach. Dat is altijd goed. Zeker. Dankjewel. Ja.